Hallo everybody, wij gaan 40 unboxings doen. Ene is van leverancier Horeca Service Nevian. Dat is een Nederlandse website die voor horeca, die horeca levert. En dan van Amazon een pakje, van Yoyoli een pakje en van bol.com. We gaan beginnen met de grootste dozen, want dat is plezant. Oh, pijn. Ik zie dat ik niet in mijn kussens knip. Oké. En dit is normaal gezien de baking soda en de... En de, wat ingesteld? Amai, dat is goed ingepakt. Stevig. Dit is de natriumbicarbonaat baking soda. Wordt gebruikt in badbommen, bubble cakes. Dat is het goed vast, dat laten we zitten. En meer van dat soort fizzy toestanden, badzout ook. En hier zo dan... Ik weet niet meer wat ik er nog besteld heb. Horeca Service Nevian, daar bestel ik altijd mijn olijfolie om zeep mee te maken. Die hebben heel goede olijfolie. En die hebben ook heel goede prijzen. Ah ja, zeezout. Grof zeezout voor het badzout te maken. Jezus, hoor. Dat zijn potten van 4,5 kilo of zoiets. Ja, dacht ik wel. 5 kilo. Oh, netjes. 5 kilo meer. Dus dat is van Horeca Service Nevian. Baking soda. En zeezout voor badzouten te maken. Next! Even dit aan de kant doen. Volgende, die had ik misschien al een beetje opengetrokken omdat ik niet kon wachten. En toen dacht ik van, ik ga er eigenlijk een filmpje van maken. Dus heb ik dat terug netjes toegeplooid. Dat is Amazon. En daar zijn hele leuke goodies in. Die ik heb besteld om af te wegen en in te pakken. En dat zijn lepels met Amerikaanse maat op of Imperial measurals. En die hebben zo leuke kleurtjes. En dat zijn lepels. En dat gaat van een soeplepel, een halve soeplepel, naar een theelepel, een halve theelepel en een vierde theelepel. Je hebt er ook nog van een achtste theelepel, maar die zat niet in de set. Dus die ga ik nog apart moeten bijbestellen. Een achtste theelepel is een hele kleine maat. Maar dat is wel handig als je zelf een make-up wilt gaan maken, wat ik wel van plan ben. En dit zijn de measuring cups. Ook van die leuke kleurtjes. En dat gaat tot 1/8 cup. Cute! Want ik had maatlepels en measuring cups in IKEA gevonden, maar daar stonden de milliliters op. En als je sommige Amerikaanse YouTubers volgt en nieuwe recepten, dat is meestal in cups en in spoons uitgelegd. Dus dan worden de milliliters een beetje moeilijk om te volgen. Dit zijn hele leuke verpakkingen om badbommen in te verpakken. Oh, die zijn kapot. Ik ga die terug moeten sturen. Oh. Oké, hier ga ik Amazon over moeten berichten, want daar zitten er bij die gebarsten zijn. Zo, dat is minder leuk. Nou, die gaan terug moeten sturen. Oké, dat is een beetje een bummer. Maar als je van Amazon bestelt, dan hebben we meestal een goede retour policy, dus dat komt al in orde. En dit zijn
cellofaan shrinkwrap zakjes. Die kun je met een haardroger gewoon shrinkwrappen. Dan krimpfolie is eigenlijk, niet shrinkwrap, Engels. Met de haardroger gewoon laten krimpen met de hitte. En dan heb je een heel mooi ingepakte badbom of zeepje of wat dan ook. En dan hebben we nog van Jojoli. En hier zit de juiste kleurstof in voor de embeds. En ik had de gietzeepjes embeds gemaakt. Die heb ik ook gepost op Swedish Sin Soaps. Maar de pakjes, de cadeautjes, vormpjes, die hadden eigenlijk de verkeerde kleur rood. Het was meer een baksteenrood of een bruinrood. En dat vond ik niet zo mooi. Dus die ga ik opnieuw maken. En hier zit rood pigment in. Wat wel het juiste rood is. Zie, mooi hè. En dan nog een paar pigmentjes. En andere ingrediënten voor make-up te beginnen maken. Maar dat is nog niet voor vandaag of volgende week. Dat is voor iets verder in de toekomst. En nog een paar leuke verpakkingskist voor nog een paar meetlepeltjes. En deodorantstick tubes. Daar kun je ook waar ik de lotion bars van gemaakt heb. Die mengeling kun je eigenlijk ook in zo'n stick gieten. En dan kun je dat in je kast steken om mee te pakken. Heel handig. Of deze kun je er ook voor gebruiken. En dan, wat zit hier nog in? Gezuiverd krijt. Donkerbruin pigment. Magnesiumstearaat. En twee keer gezuiverd krijt. Die hebben ze twee keer geleverd. Moet ik eens kijken of de bestelling niet... Of er niet iets anders bij moest zijn. Met, misschien per ongeluk dubbel besteld. Eens kijken. Magnesiumstearaat en gezuiverd krijt wordt in make-up gebruikt. En, maar daar komen nog wel postjes van op Swedish Sin Soaps als ik dat begin te maken. En dan komt er wat meer uitleg bij. Dus dat is de doos van Jojoli. Of Jojoli. Of Jojoli. Ik weet niet hoe ik dat uitspreek. Ik zeg gewoon Jojoli. Bol.com. En daar zit gewoon één ding in. Dat is magnesiumsulfaat. Of in het Engels wordt ook Epsom zout gebruikt, genoemd. En dat wordt gewoon gebruikt in badzouten. Scherp te doen voordat ik in mijn vel zit. En dat is een winkel die via bol.com verkoopt. En dat doe ik met die grote potten van 4,5 of 5 kilo. 4,5 kilo Epsom zout. Zo, dat is er gisteren en eergisteren aangekomen. Alleen een beetje jammer van die badbombollen. Want die ga ik toch echt wel terug moeten sturen. Daar zitten paarsjes in. En ze zijn bijna allemaal zo, dus dat is wel heel jammer. Zo ja, dan ga ik dadelijk een mailtje voor sturen naar Amazon en zien hoe we dat kunnen oplossen. Dat was het voor de unpacking. En ik kan niet wachten om hiermee aan de slag te gaan.